Jongens, welkom bij Nieuwe Gamers at Gear, waar we elke dinsdag de laatste tech gadgets en gear bespreken op gamersnet.nl. Dagje later op YouTube. Naast me zit Tom. Dus Peter. En we gaan praten over Corsair. En Corsair heeft weer een headset uitgebracht. En het is de HS50. Ja, recent aangekondigd en we mochten meteen reviewen. Wat waarvoor, leuk. Waarvoor dank. Het is weer een keer een multiplatform headset voor Corsair. Ze hebben natuurlijk heel lang op het Void-model gezeten met hun koptelefoons. Void was altijd, ja, ik weet niet, ik vind het design ook niet zo heel erg fraai of zo. Het is te groot voor mij, het is misschien net iets te Amerikaans. Of je hoofd is te klein. Ja, nou ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Want ik zou inderdaad gewoon andere genen moeten hebben om dat product goed te kunnen consumeren. Ja. Tuurlijk, is ook zo. Maar nee, de HS50 is een soort nieuw model en die is net als de Corsair Void Pro Surround, is dat een soort van ja, analoge headset die je niet alleen met een USB-tje aan kan sluiten, maar die ook gewoon met een jack gewoon hoppatee, in je Xbox, hoppatee, in je PlayStation controller, in je mobiel, kan ook allemaal. En we hebben dus ook de zwarte variant, maar je hebt dus ook met een blauw ringetje eromheen, met een groen ringetje eromheen voor Xbox en PlayStation kant. Oh, dat vind ik wel heel slim, want ik snap ook nooit zo goed waarom ze dat niet doen. Waarom zou je een headset uitbrengen die alleen op USB is of alleen op, terwijl het ook allebei kan? Nee, hij is volledig analoog. Er is geen USB. Je krijgt er alleen wel een splittertje bij voor PC, waarbij je dus tweepolige jacks hebt of je gaat voor de ene driepolige jack. Ah, oké. Okay. Nou, ik hou van analoge van headsets. Van analoge headsets. Ja, nee, analoog vind ik persoonlijk ook het fijnste. Hey, hoe zit hij? Ik heb behandeld. Hij zit zoveel beter dan de Corsair Void in mijn ogen. Allereerst omdat hij gewoon wel past. Met de Void Pro hadden we natuurlijk het ding dat wat kleinere hoofden gewoon echt letterlijk te klein zijn. Sluit hij gewoon niet goed aan. Met de HS50 krijg je veel sneller dat gevoel van, oh, oké, hij dekt lekker in. Wat daarbij ook komt, is dat daadwerkelijk de earcups groter zijn geworden. Dus je hebt ook in plaats van 40 mm driver heb je nu ook 50 mm drivers. Dus het is gewoon een lekkere grote earcup die gewoon goed aansluit. Met een beetje memory foam eromheen. Of ja. Memory, ja, ze noemen het niet foam, het is een soort van, het is dat, weet je wel, dat pleer. Puleer. Het is dat nepleer. Dus het is geen foam, maar het is nepleer. Het polyetheraan. Ja. Nou, ik zie dat John het ook heel goed vindt zitten. Wie is John? Master Chief. Oh, John 117. Ja, 117. Ja. Oké, okay, ik snap het. Ik dacht, wie is John nou weer? Ja. Nee, hij kan het ook hebben. Als je een groter hoofd hebt, kan het ook. Of een helm. Ja. Dat is altijd een beetje de test, hè? Ja. Nou, hij zit hartstikke lekker. En dan hebben we het nog niet gehad over de audio zelf van het apparaat. Want het is stereo. Dus je hebt twee kanten. Voor de verandering gaan ze een keer niet voor de 7.1 formule. Of in ieder geval de virtuele 7.1. Krijg je natuurlijk ook niet zo vaak met gewoon een analoge jack. Maar zoals ik al zei, 50 mm drivers zijn gewoon een stuk groter. En daar begint de HS50 heel erg sterk te worden, naar mijn idee. Want zodra ik hem opzet, had ik zoiets van, oh, oké, dit doet niet onder voor mijn Razer Kraken, die ik met heel veel plezier gebruik, de V2 dan weliswaar. Vind ik een hele fijne headset die prima betaalbaar is. En dan heb je het over een headset van 80, 90 euro. Corsair HS50 is voor 60 euro, gaat hij op de kop. Echt, dat vind ik echt serieus best wel goed. En voor dat geld krijg je een ontzettend vol geluid. En ik moet ook zeggen, echt, ik kreeg meteen zoiets van, oh, het is warm. Weet je, het zijn grote drivers, maar er zitten gewoon fijne bastonen in en het heldere komt er ook gewoon lekker bovenuit. Precies wat ik ook met die Kraken heb, dat ik denk van, oké, ja, het is lekker vol, maar het is niet te kaal of zo. Het heeft iets, het omarmt je bijna of zo. Maar dat komt doordat heel veel bas wordt gebruikt? Of hoe zit nou, gewoon een heel, zoals ik zeg, warm. Er zit heel veel bas in, inderdaad, maar je hebt ook wel die heldere tonen die er gewoon netjes bovenuit kunnen steken of zo. Dus het is niet dat ik zoiets heb van, oh, het is veel te distorted of zo. En ook hij kan ook flink hard en het kraakt niet heel erg snel. Dus wat dat betreft, voor 60 euro vond ik dit. Dat ik dacht van, oké, dat moet wel een van de beste prijs-kwaliteit verhoudingen zijn. Puur als je het hebt over de audio-kwaliteit. Ja, gewoon warm. Gewoon warm. En ze hebben het ook over precision gaming audio. Dat vind ik altijd een beetje raar. Ja, dat is een marketingterm. Ja, dat is ook. Maar kun je dingen instellen? Nee, want het is analoog, ja. Dus er is geen software voor nodig. Maar waarom staat er dan precision gaming audio? Wat ze dan altijd zeggen bij precision gaming audio is dat ze de drivers en het frequentiebereik zo hebben afgesteld dat het goed werkt in games. Nou ja, weet je, als je gewoon een goede speaker maakt voor in zo'n headset, dan is het een goede speaker. Waar je eventueel zou kunnen zeggen van het is beter op gaming gericht, dus dat de spatial awareness beter is. Wat dat betreft klinkt deze gewoon prima, weet je. Het is niet zo van, ik zet hem op, ik hoor in één keer allerlei dingen die ik voorheen niet kon horen. Dat ga je hier niet hebben, want het is gewoon een analoge driver met een analoge jack. En het zijn hele fijne speakers, maar het is niet dat ik vind dat soort marketingtermen, daar kom ik nooit helemaal lekker uit. En ik zie van ja,
Tuurlijk, dat zegt elke gaming headset, zegt dat de drivers zijn afgesteld voor de games, weet je wel. Ja, ja goed. Ja. Dat, misschien is dat ook wel zo, maar naar mijn idee heb ik altijd die een beetje marketingtermen. Oké, dan heb ik nog één vraag en dat is de on-ear control. Is dat fijn? Ja, vond ik op zich wel fijn. Je hebt gewoon een analoge potmeter en je kunt je microfoon kun je muten. En inderdaad, dat is ook wel een dingetje wat ik eigenlijk wou zeggen van, nou, zullen we het niet even over de microfoon hebben? Dat is ook zo, want de microfoon kan er gewoon af en dat vind ik ook wel fijn dat dat voor die prijs kan. Dus er kan ook nog een plopkapje op. Dat zit er in dit geval niet op. Maar de microfoon kan eraf. En dat vind ik serieus wel voor zo'n headset vind ik dat heel fijn. Vooral voor die 60 euro. Want ik weet dat er zijn meerdere mooie headsets waarbij de microfoon af kan. Voor 60 euro is dat best wel een soort van luxe die je meestal niet kan veroorloven in dat segment. Vooral als je bedenkt dat die er ook nog best wel mooi gewoon eruit ziet. Dus als je dat ding eraf haalt en je doet het kapje erop en je krijgt een mooi rubberen kapje erbij. Dan vind ik het best wel een headset die je ook gewoon in het dagelijks leven kan dragen. Ja. Die je best wel gewoon van, oh, ik ga even met mijn mobiel op pad, ik wil mijn podcastje doorluisteren. Prik je maar lekker in, ook helemaal even goede vrienden. Want het ziet er niet belachelijk uit naar mijn idee. Terwijl met Corsairs alle oudere headsets, al die voids, dat is niet iets wat je ja, door de straten van, weet ik veel, je favoriete stad wil dragen of zo. Nee. Zie je er gewoon niet uit. Microfoon zelf, ja, hij is wel Discord certified. Misschien wel interessant om te zeggen, maar dat wil verder ook niks zeggen. Dat is ook weer een marketingterm. Hebben ze bij Discord ingekocht. Want het is gewoon typisch zo'n gaming microfoon op een headset. Dus ja, het is niet heel erg fraai of zo. Okay. Het is heel erg schel. Je krijgt heel erg snel dat als je hem iets te dicht bij je mond zet, dat I fucked your mom gebeuren, zeg maar. Dus dat is dan misschien iets minder. Maar wat dat betreft wel heel fijn dat die inline controls gewoon mooi op de control. Of het is niet inline, dus on-ear controls dat die er zijn. En dat je hem eraf kan halen als je er niks mee hebt. Vind ik persoonlijk wel fijn, want analoge headsets zijn natuurlijk ook heel fijn voor streamers. Dan heb je gewoon een goede microfoon, dus ging ding eraf, wegwezen. Ik denk misschien wel de beste headset voor deze prijsklasse. Ja, zit ik wel ook aan te denken. Wat het is, als je echt voor die pure 60 à 70 euro gaat, dan is de HS50 echt een hele safe bet. Als je iets hoger gaat, zie je bijvoorbeeld ook weer dat dan die Kraken en de HyperX Cloud 2, dat ook hele goede opties zijn. En dan zit je ook iets sneller aan bijvoorbeeld dat virtuele 7.1 te denken. Als je daar niks mee hebt en je wil gewoon lekker goedkoop inspelen, maar wel een allround fijne headset hebben, die je ook nog eens op veel verschillende dingen kan gebruiken, HS50 is best wel je boy. Mooi, goed gezegd Tom, dankjewel. Wil je echt alles weten over de Corsair HS50, kijk dan ook vooral naar de geschreven review op gamersnet.nl met alle details in tekstvorm. Dat is ook wel eens leuk, dat is ook wel eens ontspannen. Zet je muziekje op met een mooie headset, ga je lekker lezen. Heerlijk. Goed, Tom bedankt. Peter bedankt. Tot volgende week.